We gaan een lesje spelling doen uit kijker 6, les 14. Dat gaat over het onderwerp en de persoonsvorm. Je hebt een potlood of een balpen nodig en het werkblad kijker 6, pagina 14. Opgelet, de blauwe oefeningen zijn extra en dus niet verplicht. We gaan even herhalen. Hoe vinden we de persoonsvorm? Bijvoorbeeld, Jan speelt in de tuin. We maken van de zin een ja-nee-vraag. Dus dat wordt, speelt Jan in de tuin? Daarop kan je antwoorden met ja of nee. Het eerste woord van de ja-nee-vraag is altijd de persoonsvorm. Dus hier is dat, juist, het woordje speelt. Speelt is de persoonsvorm. Hoe vinden we het onderwerp nu in die zin? Het onderwerp staat altijd naast de persoonsvorm. Hier kan je dus kiezen uit Jan of in. Als je twijfelt en je weet het niet, dan kan je altijd ter controle de wie of wat vraag stellen. Bijvoorbeeld, wie speelt in de tuin? Jan. Dan zie je dat Jan mijn onderwerp is. We gaan eens kijken naar de oefeningen. Oefening 21. Ik onderstreep in elke zin het onderwerp 1 maal en de persoonsvorm 2 maal. Ik schrijf ze daarna in de juiste kolom. Die kolom die zie je daaronder, maar ik heb ze hier niet op de dia staan. Bijvoorbeeld, de eerste zin. Lang geleden in het oude Griekenland leefde een koningszoon Theseus. We gaan nu op zoek naar de persoonsvorm, dus we maken van die zin een ja-nee-vraag. Dat zal worden, leefde een koningszoon Theseus lang geleden in het oude Griekenland? Welk woordje hebben we dan in het begin? Juist, leefde. Leefde is de persoonsvorm. Maar nu moeten we nog het onderwerp zoeken. Dat kan ofwel zijn Griekenland, want dat staat ernaast. Of anders, een koningszoon Theseus. Griekenland kan het al niet zijn, want dat is een plaats. We zoeken meer een persoon. Dus het onderwerp is een koningszoon Theseus. We doen nog een zin. Hij was zo sterk als een beer en voor niemand of niets bang. We maken de ja-nee-vraag. Was hij zo sterk als een beer en voor niemand of voor niets bang? Het woordje dat we eerst hebben gehoord is juist, was. Was is de persoonsvorm. Het onderwerp, dat is het woordje dat staat naast de persoonsvorm. Hier kunnen we dus kiezen uit hij of zo. Welk denken jullie dat het onderwerp is? Juist, hij is het onderwerp. We gaan nog een zin doen, eentje die een beetje verder staat. Ageus leeft op een eiland met zijn vrouw en zijn zoontje Theseus. We maken terug de ja-nee-vraag. Leeft Ageus op een eiland met zijn vrouw en zijn zoontje Theseus? Leeft is mijn eerste woord van de ja-nee-vraag, dus dat is mijn persoonsvorm. Het onderwerp staat er juist naast. Dan kan je kiezen uit Ageus of het woordje op. Hier zal het onderwerp Ageus zijn, want dat is een persoon. De rest van de oefeningen zijn voor jullie. Dan gaan we eens kijken naar de kolommen die eronder staan. Daar moest je het in de juiste kolom schrijven wat je hebt aangeduid in de zinnen. Bijvoorbeeld onze eerste zin. Daar hebben we aangeduid een koningszoon Theseus leefde. Leefde is de verleden tijd van leven. Dus dan moeten we dat schrijven in de kolom van de verleden tijd. De volgende zin. Hij was hebben we aangeduid. Was is ook de verleden tijd van het werkwoord zijn. Dus dan moeten we dat ook in de kolom van de verleden tijd schrijven. En het laatste voorbeeld dat we hebben gedaan. Ageus leeft. Leeft is nu. Dat is de tegenwoordige tijd.
dan schrijven we dat in deze kolom. Is dit stukje nu te moeilijk voor jullie? Geen probleem, het is belangrijker om het onderwerp en de persoonsvorm aan te duiden. En als deze kolom niet lukt, is dat niet zo erg. Veel succes!